nooit naar kansing hoeven doen. Uitstelgedrag. Hoe ik leer voor tentamens. Iemand ben die op het allerlaatste moment gaat beginnen. Ik neem jullie vandaag mee in een schooldag, of nou ja, studiedag, hbo-dag in mijn leven. Ik dacht dat het heel erg leuk was om jullie wat gedetailleerder te laten zien. Wat ik allemaal doe voor school, hoe ik het zo makkelijk haal. Hoe ik nog nooit een herkansing heb hoeven doen. En gewoon wat meer vertellen over mijn opleiding en zo. Dit weekend heb ik er niks aan school hoeven doen. Maar vandaag moet ik wel echt veel doen. Want morgen heb ik vannacht heb ik een deadline. Voor een eindproject dat ik moet inleveren. Dus dat ga ik vandaag afmaken. Dus dan neem ik jullie helemaal in mee. Oh my god, mijn haar, man. Ik hoop niet dat ik de hele tijd zo heb gegeten. Maar ik ga me eerst heel veel klaarmaken. Ik heb online les trouwens de hele week. Ik heb niks op school. HBO heeft niks op school. Dus ik sta altijd lekker een beetje rond 10 uur op. Nooit te vroeg, want ik hou wel van een beetje uitslapen. Tenzij ik echt heel veel moet doen op een dag. Maar vandaag ben ik ook rond 10 opgestaan. Oké, ik ga me heel veel klaarmaken, maar ik dacht ik kan tegelijkertijd wel alvast even wat vertellen over mijn studie. Voor degenen die me niet kennen of niet weten. Ik studeer commerciële economie en ik zit nu in mijn derde jaar. Het is een hbo-studie en ik heb dus nog 1 jaar te gaan. Nou ja, iets langer dan 1 jaar. Anderhalf jaar ongeveer. Nou, iets minder dan een half jaar. Maar goed, ik zit nu in mijn derde jaar en ik heb daarmee afstudeerrichting. En ik heb de afstudeerrichting ondernemerschap, zodat om een eigen bedrijf op te zetten, zeg maar. Maar nu dit jaar, in je derde jaar, bij in ieder geval commerciële economie, heb je een half jaar stage en een half jaar je minor. En ik had vorig half jaar mijn stage, dus ik heb nu een half jaar mijn minor. En mijn minor is juridische uitdagingen in een digitale samenleving. En je minor, voor degene die het niet weet, is een soort van, zeg maar, een half jaar binnen je opleiding waarin je kan verdiepen in iets anders. Dus je hoeft niet hetzelfde te doen als je opleiding. Maar stel jij doet de PABO om docent te worden, maar je vindt pedagogiek ook heel erg leuk. Kan je dan pedagogiek gaan doen of psychologie? Nou, noem het maar op. Ik doe dus juridische uitdaging in een digitale samenleving. En het is een minor van de studie rechten. En ja, ik weet niet. Ik vind het niet heel leuk. Het is een beetje saai eigenlijk. Maar het kost wel weinig tijd. Dus dat is op zich wel chill. Ik heb 2 keer in de week online les. Dan kom ik nu ook bij mijn rooster. Ik heb 2 keer in de week online les. 10 over 11 tot 2:30. Meestal duurt het niet helemaal tot 2:30. Maar dat heb ik op woensdag en vrijdag. En verder heb ik geen les. Maar daarnaast moet ik wel zelf dingen doen. Vandaag ook dat ik vandaag ook aan school moet. Dus ik ga vandaag helemaal aan school. Ik ga jullie laten zien hoe ik plan en zo. Ik heb bij deze minor geen tentamens. Dus dat is heel erg chill. Maar bij mijn studie verder heb ik wel gewoon tentamens. Ik vind plannen echt heel erg chill. En dat is ook echt de reden, denk ik, dat ik nog nooit een herkansing heb hoeven doen. Tenminste op hbo. Op middelbare school deed ik wel een herkansing. Want dan mocht dat gewoon. Maar op hbo heb ik nog nooit een herkansing hoeven doen. Ik heb best wel goede cijfers gehaald. Dus ik ga jullie tips geven hoe je dat beter kan doen. Want ik denk dat jullie daar ook echt wat aan hebben. Alright, ik ben ready en ik ga zo meteen beginnen met school. Ik zit trouwens altijd op de bank. Ik zit nu even aan tafel. Maar dat is eigenlijk best wel slecht. Dus als ik jullie wat wil vertellen, ga lekker aan een bureau zitten of zo. Ja, ik vind het wel chill werken op de bank. Maar ik weet wel dat veel mensen veel productiever werken als gewoon aan een bureau of iets gaan zitten zonder afleiding. En ik woon natuurlijk ook op mezelf. Dus dan heb je geen afleiding op de bank. Maar als je bij je ouders woont, toen zat ik wel altijd gewoon aan mijn bureau in mijn kamer. Maar ik had op Instagram een poll gezet met of jullie vragen wilden insturen over studie. En dat ik die even door deze video heen ging beantwoorden. Dus die ga ik allemaal beantwoorden. Maar ik kreeg daar ook veel vragen over studiekeuze en hoe ik mijn studie heb gekozen. Hoe ik mijn studie heb gekozen is door open dagen te bezoeken. Wat ik jullie echt aanraad is om veel verschillende open dagen te bezoeken. Ik was heel erg gevestigd op 1 school en heb ook echt alleen maar die open dag bezocht. Maar echt kijk op verschillende scholen, kijk verschillende studies die je leuk vindt. Want ik heb uiteindelijk best wel spijt dat ik maar op 1 school heb gekeken en niet op meerdere scholen. Want misschien had ik achteraf wel liever naar een andere school gewild. En dan komen we ook bij de samenwerking van deze video. Ik heb namelijk een samenwerking met Has Hogeschool. Echt heel erg leuk. Echt super leuk dat ik dit mag doen.
Want misschien helpt het jullie wel heel erg. Has Hogeschool is namelijk een hogeschool, dus voor HBO. En ze hebben een vestiging in Den Bosch en in Venlo. Ze hebben op 13 maart een leuke online open dag. Het is heel erg jammer dat je natuurlijk nu niet naar een fysieke open dag kan. Maar een goede oplossing daarvoor is echt wel een online open dag. Want dan krijg je toch een beetje de sfeer. Dan kan je met studenten praten. Een beetje docenten leren kennen. En toch een beetje de sfeer proeven. Ik heb de site er even bij gepakt. En er is 13 maart en 7 april een online open dag. En dat is dan van 10 tot 1. Dus je kan even de link in de beschrijving naar de site gaan. En de opleidingen zijn dus food, business, biologie, tech, design. Echt zo leuk. Ik had ook rondgekeken en welke mij heel erg leuk lijkt, was Food Innovation. Die lijkt mij heel erg leuk. Maar ook Applied Geo Information Science. Maar goed, jullie moeten maar even op de site kijken of je zelf een leuke studie kan vinden. En wat ook heel erg leuk is, is dat je tijdens je studie heel veel in contact komt met bedrijven. En dan heel veel uit de praktijk leert. Echt, als ik één ding tegen mezelf kon zeggen achteraf, is dat echt dat ik meer open dagen had moeten bekijken. Niet maar bij één studie, bij één school, zeg maar. Echt verschillende dingen. Kijk, dit is de site van Has Hogeschool. En hier zie je de online open dag. Van 13 maart dus. Hier kan je ook aanmelden. En hier krijg je een beetje een idee van hoe het eruit ziet. Je ziet dus inderdaad dat je per opleiding een voorlichtingspresentatie kan bekijken. En de enthousiaste studenten en docenten kan ontmoeten tijdens een live team sessie. En dit is dus de pagina die je te zien krijgt als je hebt aangemeld voor de online open dag. Er zijn verschillende live sessies zoals je hier kan lezen. En hier rechts kan je dus aanmelden voor de live sessies van de verschillende opleidingen die jou leuk lijken. Op de site staat verder ook nog heel veel informatie over de opleidingen die Has heeft natuurlijk. En je kan ook nog op de site, had ik gezien, wat wel heel erg leuk is, is een studiekeuzehelper doen. Dat is een soort testje waardoor je erachter kan komen welke opleiding bij jou past. Zo krijgen jullie een beetje meer een idee van hoe de website van Has Hogeschool eruit ziet. Echt heel erg leuk. Tip voor jullie, praat met de studenten en de docenten. En vooral de studenten, want die kunnen je het beste, zeg maar, laten zien hoe het echt is op die school. Hoe zij het vinden. Dan krijg je ook het gebouw te zien, virtueel, wat ook wel heel fijn is. Dan heb je toch een beetje sfeer, ook al kan je er helaas niet heen. Maar goed, laat me zeker weten of je hebt aangemeld voor de open dag en hoe je het vond. Ik ga nu zelf aan school. Ik ga even alles klaarzetten en dan laat ik jullie zien wat ik allemaal moet doen en zo. Oké, jongens, ik kreeg heel veel dingen op Insta. Hoe je niet uitstelgedrag kan vertonen en hoe je gewoon aan de slag kan gaan op het moment dat je aan de slag moet gaan. Nou, daar heb ik zelf ook best wel last van. Ik heb altijd echt, dan maak ik een goede planning, maar dan alsnog heb ik echt geen zin om eraan te beginnen. Dan heb ik een goede planning, maar je eraan houden is ook nog wat. Maar een tip van mij is, doe het aan het begin van de dag. Dus dan weet je van morgen of overmorgen moet ik dit doen. Doe het gelijk als je wakker wordt. Nou, even ontbijt en dan gelijk doen, want dan ben je ervan af. Als je het gaat uitstellen later op de middag of de avond, dan blijf je het maar uitstellen. Zeg maar, als je eenmaal begint met het uitstellen, dan ga je maar door en door. En denk je, ik kan dit nog wel even doen, ik kan dit nog wel even doen. Dus doe het als eerste op de dag en dan ben je er ook zo snel mogelijk van af. Ik wil net beginnen met leren. Kijk wie mijn FaceTimed. Met de vraag of ik Shein items wil laten zien. Ik moest net beginnen. Laat je niet afleiden, jongens. Zet je telefoon uit. Neem geen voorbeeld aan mij. En laat je afleiden door je zusje op FaceTime. Maar wat echt een tip is, is om op Canva dingen te maken. Kijk, ik ga het even bijpakken. Daar heb ik namelijk ook die advertentie gemaakt. Daar maak ik ook altijd mijn thumbnails en zo. Even kijken, kijk. Deze advertentie moesten we dus maken voor school, voor Zylab. En dat heb ik ook op Canva gemaakt. En dat is echt een tip. Canva is heel fijn. Dus voor alles voor school. Ik maak ook vaak een voorblad en zo via Canva. Is het echt een aanrader. Wat ik nu moet doen is eigenlijk gewoon alle documenten verzamelen. En nog een aantal dingen aanpassen voor mijn document. En dan allemaal samenzetten. Het moet minimaal 6 tot 9 pagina's zijn volgens mij. Dat moet ik allemaal samenzetten en dan inleveren. Dus op zich niet heel veel werk, denk ik een uurtje werk of zo. Oh ja, wat ik echt als aanrader heb, is op je laptop in documenten heb ik een mapje CE. Dus mijn opleiding, commerciële economie. En dan allemaal verschillende mapjes maken daarbinnen van je vakken die je hebt. Dus bijvoorbeeld Business English heb ik niet dit jaar, maar vorig jaar. En heb ik hier jaar 1, jaar 2. En dan binnen die mapjes zet je al je bestanden. Want zo kan je het heel makkelijk terugvinden. Veel makkelijker dan als je alles door elkaar heen gaat zetten. Voor dit jaar heb ik minor.
En dan heb ik de vakken, want ik heb nu het vak Legal Big Data. En heb ik hier alle bestanden en zo staan. Dat is veel makkelijker dan als je alles door elkaar heen moet zoeken. Dus je vakken, daarin het jaar. En daarin deed ik trouwens ook nog het blok vaak. Dus dan deed ik jaar 1, blok 1, 2, 3, 4. Want op HBO heb je verschillende blokken. En dan binnen die blokken je bestanden neerzetten. Alright jongens, het is ingeleverd. Ja, yeah, ik denk dat ik weet niet zeker hoe lang, een uur of zo heb ik eraan gezeten. Iets langer, anderhalf uur, maar het is ingeleverd. En tada. Submission receipt. Dat moet je altijd krijgen, dan is het ingeleverd. Dus het is ingeleverd. Oh, dit artikel heb ik geschreven. Wat wordt er gedaan met jouw data? En deze advertentie die we hebben gemaakt. En hier de quiz. En dit zijn allemaal de bronnen en shit. Allemaal bijlagen. Dus ja, lekker klaar. Ik ben voor vandaag klaar met school. Heel erg chilled. Kort voor 2. Dus ik ben best wel op tijd klaar. Ik heb zoveel spierpijn van het paardrijden van laatst. Oh my god. Maar goed. Ik denk dat ik even naar buiten ga. Want het is echt vet lekker weer. Dus echt top om eventjes naar buiten te gaan. En ik zal even in mijn Instagram kijken of jullie nog meer vragen hebben gestuurd. Mijn haar zit zo slecht. Ik heb het gefeun na het douchen, maar ik heb het echt niet goed gedaan. Want het zit echt heel erg wild. Maar even kijken of ik nog wat vraagjes heb om voor jullie te beantwoorden. En dan ga ik even lekker een rondje lopen. Een rondje lopen buiten. Het is namelijk heel chill weer. En ja, ik kan wel even beginnen met dat ik nog nooit een herkansing heb gedaan. Dat had ik op mijn story gezet. En ik denk dat de gouden tip daarvoor is plannen en dingen bijhouden. Wat ik altijd doe en echt een goede tip is voor het HBO, en ik denk ook op de middelbare school, deed ik op de middelbare school nog niet, maar nu op het HBO dus wel, is elke les bijhouden waar je die les mee bezig bent, zeg maar, in een samenvatting. Je hebt van tevoren een planning van deze les doen we dit hoofdstuk, voor die les moet je dit en dit. En dan deed ik altijd tijdens de les mee samenvatten, tijdens dat de les bezig was. En dan achteraf die dag thuis de rest afmaken. Dus stel je moest die dag, of nou ja, voor die les hoofdstuk 3 weten. Dan zorgde ik dat ik die dag helemaal hoofdstuk 3 al klaar had in mijn samenvatting. Dus zo ging ik langzaamaan met de lessen mee mijn samenvatting maken. En dan op het einde van de lessen had je ongeveer nog 1 of 2 weken voor je tentamen. En dan had ik mijn samenvatting al af wanneer iedereen nog moest gaan beginnen. En ik denk dat dat zoveel geholpen heeft. Ik vond dat altijd zo chill. Dan heb je gewoon je samenvatting ruim van tevoren af. En dan ben je er elke keer mee bezig. Dus zeg maar elke les zorgen dat je bijhoudt waar je mee bezig bent. Oh ja, en als je niet goed bent in samenvatten of niet van samenvatten houdt, heb je ook Stuvia. En daar kan je samenvattingen op kopen voor het HBO. Het is ook handig, maar ik vind zelf samenvatten altijd wel het chillste. En ik doe het trouwens altijd in Word. En hoe ik leer voor tentamens is vooral alle oefenopgaven maken. Oefenexamens gewoon steeds weer maken, online opdrachten. Dat vind ik echt het allerchillste om te leren. Ik ga nooit al die 40 pagina's uit mijn hoofd kunnen stampen, willen stampen. Ik vind dat echt verschrikkelijk. Dus ik ga gewoon oefenen. En desnoods als er geen oefenopgaven zijn, voor mezelf een oefenexamen maken. En dat... Hoi. 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 Ben je een kruisbroodje uit de oven? Nee, dankjewel. Ik zit nog vol. Ik vind dat echt heel erg goed werken. Deed ik op de middelbare school ook met mijn examens. Had ik gewoon al die oefenexamens gemaakt. En als jij iemand bent die op het allerlaatste moment gaat beginnen met leren, in ieder geval op het HBO, ik zal het je niet aanraden. Want het is zoveel stof. Het is echt bijna niet te doen. Maar als je het dan toch doet, dan zou ik wel een samenvatting kopen online. Bijvoorbeeld op Stuvia. Of vraag in je klasapp of er iemand heel erg lief is en een samenvatting door wil sturen. En dan gewoon doorlezen. Gewoon die nacht proberen alles door te lezen. En dan alles wat je niet snapt opschrijven. Alright, let's go. Deze bril is trouwens van Chimi Eyewear. En deze jas is van Bits & Gusto. Ik heb nu deze broek erbij aan. Die is van Urban Outfitters. Dus even lekker wandelen. Oh, de meid is terug van de wandeling. Ik heb ook nog even lekker een koffietje gehaald. En ik heb echt een hitteaanval. Oh, en ik heb rugpijn van paardrijden. Ja, het was wel echt lekker. Ik heb denk kwartier gelopen of zo, half uurtje. Dus het was chill. En ik heb een brownie gehaald om te compenseren dat ik heb gelopen. Van Vincent Lucas, hè? Dat vind ik.
Oh ja, dat is prima. Hoi. Ik ga eventjes mijn nagels doen, want ik heb ze gisteren weer erop gedaan met builder gel opgevuld bedoel ik. En ik ga ze nu nog even lakken. Ik ga lichtpaars en donkerpaars doen en dan van die lijntjes erop. Oké, ik wil dus dit namaken. Maar dan in het paars. Ik heb nu dit. Ik ga nu donkerpaarse lijntjes zetten. Ik ga jullie updaten of dit gelukt is. Ik hoop dat het gaat lukken. Ik ga dit doen met een saté stoker. Oké, ik weet niet jongens. Maar you can call me a nail artist Isa. Want kijk hoe goed dit gelukt is. Ik ben echt, ik ben gewoon een pro. Het lijkt oprecht of ik ze gewoon heb laten doen. Ik vind ze echt heel nice gelukt. Kijk, dit is de duim. Hallo duim. Kijk. Cute. Eigenlijk had ik een iets donkerder paars willen hebben. Maar ja, die heb ik niet. Maar ik vind het heel mooi gelukt. Nu rechts nog. Ik ga vragen of Vince die lijntjes erop wil zetten. Met een saté prikker. Want met mijn linkerhand gaat dat denk ik echt niet lukken. Jongens, Vince, help me met mijn andere hand. Hij tekent erop. Gaat het goed? Dat is wel moeilijk. Kijk, en het is nu helemaal klaar. Echt heel erg goed. Vince heeft het echt goed gedaan. Thanks, mop. Geen probleem. Door het helpen. Echt heel cute. Love it. We gaan kipburgers maken. En verder vandaag hoef ik niet echt iets meer te doen voor school of zo. Dus ik maak gewoon lekker het vlogje af. Maar verder geen schoolding of zo meer, denk ik. Dus laat het weten als jullie nog andere dingen willen weten van mij. Of van school gerelateerd. Dan kan ik er nog een andere video over maken. Of wat voor soort video's jullie leuk lijkt. Vince, ga je nou boodschappen doen? Het is zo mooi buiten. Echt genieten hiervan. Vooral als de pont langskomt. Maar ga jij boodschappen doen? Oh my god. Het is weer zover jongens. Er zit hier weer een boot vast. Hier heb je zeg maar binnen de boeien. Kan je niet met de boot. En mensen zien dat nooit. Nou, ze liggen daar nog steeds. Maar ik heb de reddingsdienst gebeld. En die zouden een melding maken. Maar ze liggen er echt heel erg lang. Dus ik ben benieuwd hoe snel zij eruit komen. Maar Vince heeft lekker gekookt. Heerlijk broodje met kipburgertje. Een lekker verse salsa en een sausje. Dus yummy. Oké, kijk. Ik heb weer een update gekregen. Je hoort gewoon letterlijk praten. Maar de boot kan er niet uitgehaald worden. Heb ik dat al verteld? Maar er moet nu een hijskraanboot komen om die boot eruit te halen. We zitten nu te bellen met de verzekering. Nou jongens, helaas geen updates meer. Want ze ligt stil en ik heb geen zin meer om daar te wachten. Dus ik ga lekker editen deze video die jullie nu kijken. Want die moet als preview opgestuurd. Laat me zeker weten of je het leuk vond. En of je vaker dit soort video's wil. En wat ik daar dan in zou bespreken. Als je het leuk vond, vergeet me niet te volgen op Instagram. Isalina. En abonneer op mijn kanaal natuurlijk. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Thanks voor het kijken. Hopelijk tot de volgende keer. Doei! I just wanna love.